bitches. Deze goed mee en het was aan ons om dat tempo te blijven ontwikkelen om de favoriete rol vandaag toch waar te maken. En het was inderdaad het eerste kwartier 20 minuten moeilijk, maar vanaf dat die eerste goal viel, dat was bij hen ook de motivatie weg. Begonnen ze onderheen wat wat conflicten en daar hebben we dan van geprofiteerd om voor de rust duidelijke cijfers te maken, 4-0. En chapeau dan voor de mannen als ze met dezelfde gretigheid de tweede term die dubbele cijfers kunnen vastleggen. Een half uur was niet zo slecht. Ja, eigenlijk hebben we dat te weten. We zijn een nieuwe ploeg. Dus ik had dat verwacht eigenlijk. En we hebben veel mensen tekort vandaag. Altijd eigenlijk de betere ploeg. De eerste helft, de eerste 30 minuten. Maar dan is dat altijd. Dat heeft puur met ervaring te maken. Het probleem bij ons is, die mannen die hebben allemaal een winnersmentaliteit, maar die is ook een beetje. Maar toch valt het op dat ze vrij positief blijven heel de match door. Ja, ja. Blijven spelen. Ja, ja, maar dat weten we allemaal van onszelf. We vergaderen er regelmatig over dat we een nieuwe ploeg zijn. Dat gaat niet op één jaar direct. De basisspelers die ervaring wel hebben en die bijbrengen in de ploeg? Ja, de kapitein, die vallen ook op. Nummer 10, Tariq Arouche. Dat is ook een meer ervaren spits. Blijven. Die heeft altijd bij KV gespeeld, alle Sporting en zo. Dus. We zijn eigenlijk met een nieuwe start begonnen met de club. Eigenlijk zonder echt dat lat voor ons te hoog te leggen. Maar als we nu kijken, we hebben nu tegen elke ploeg gespeeld. We hebben 17 wedstrijden gespeeld. Tegen Reet, die dan nu een punt voor ons aan, mits dat we die na een match winnen. Vind ik dat we voor niemand moeten onderdoen. En ja, het zal erop aankomen om elke week die gretigheid van vandaag voor de dag te leggen. En dan zullen we wel zien wel dat we standen. En, ja, nog geen starte uitspraken doen, maar als we die niveau van vandaag en van de laatste 10 wedstrijden kunnen aanhouden, zal het nog een mooi jaar worden, maar het is in onze eigen handen dat ligt. Hè. Dan van vierde nationale naar vierde provinciale als spelerstrainer. Hoe is dat? Dat is een grote stap geweest en ik heb daar heel lang over nagedacht, met verschillende mensen gesproken. En ik ben nu 29 jaar. Sommigen zeggen het is misschien wel rap, maar als ik kijk in wat een club dat ik terechtkom, wat een enthousiasme. Aan een nieuw project is begonnen, ben ik blij dat ik die keuze heb gemaakt. Het seizoen begon met enorm veel goesting. En als we dan de resultaten nog meevallen, dan kan ik alleen maar van een geslaagde keuze spreken. Dus voor mij valt het allemaal goed mee dit jaar. Nog veel succes. Dank u.